heb Charlotte Witte naast mij. Hey Charlotte. Hallo. Hoe is het? Top. Top. Mega, ja. Net opgetreden in de barn. Het was geweldig. Het was geweldig. Heel veel woorden dat ik erover wil zeggen, maar ook heel weinig. En het was echt gewoon fantastisch. Heel veel woorden. Welke woorden? Het zijn gewoon heel veel emoties, weten. Voor mij, het is thuis, het is België. Ik draai niet zoveel meer in België. Ik stond daar met een productieshow met meer dan 20 man crew. De visuals, de lichten, alles was gewoon op en top. En die energie en dat publiek, dat was absurd. Het was gewoon ongezien. De liefde dat ik heb gevoeld, was heel, heel, heel zot. Is dan een Belgische show net meer stress of eerder minder omdat het thuis is? Ik weet niet of dat per se meer of minder is. Er is wel een heel goede portie excitement. Omdat je hebt wel bepaalde verwachtingen van een Belgisch publiek. Ik weet dat als ik een bepaald nummer ga draaien, weet ik dat ze dat meer gaan kennen. Onder andere door wat er is gespeeld geweest op Studio Brussel, dan bijvoorbeeld in een Frankrijk of zo. Waar ze het ook herkennen, maar minder dan hier. Dus hier zitten ze heel dicht op de muziek dat het draait. En, ja. En dat merk je heel hard. En de appreciatie van thuis is misschien toch nog net iets belangrijker altijd. Ja, ongelooflijk. Dan ergens anders. Ja, toch wel. Je toch wilt wel. Het nog beter doen. Als je het, if you can make it at home. Ja, klopt. Ik draai overal ter wereld, maar om zo in je thuisland die liefde en die appreciatie te voelen, dat is echt de warmste knuffel dat je kunt voorstellen. Zo mooi. Ja, ik zeg het, ik ben heel poëtisch. Ik heb al geweend vandaag. Ja? Ik dat er nog, ja, voor ja, of na? Tranen. Of beide? Bijna tijdens. Ja? Bijna tijdens, ja. Ja. Ja, opeens gingen die lichten uit op mijn hoofd en ik zag iedereen in dat publiek staan met die armen in de lucht. En ik zei, oh my god, schoon. En was het nog crazier dan Tomorrowland? Tomorrowland was heel crazy, maar nu... Het is ook, ik sta er met een productieshow, 80% zijn mijn eigen tracks. Terwijl ik op Tomorrowland nog zo wat unrelease materiaal heb. Zo wat, we proberen wat specialer te doen of zo, met unrelease materiaal. En nu, ja, dat is 80% gewoon Charlotte Witte nummers met andere tracks van op het label, van op context. Dus dat is, ja, dat is gewoon, als ze dat graag hebben, ja, dat is gewoon de essentie. Hoeveel ruimte is er op een show als deze voor voorbereid versus improviseren? Heel hard voorbereid, omdat het ook een productieshow is. Dus het hele team achter de schermen weet wel mijn playlist op voorhand. Zij weten welke nummers ik ga draaien. Ik ben het natuurlijk nog allemaal aan het inmixen, maar zij weten wel welke playlist dat is, zodat zij kunnen inspelen met de visuals daarop. Ja. En anders kun je zo'n show niet doen. Dus het is veel voorbereidingswerk. Maar ik doe dat eigenlijk voor elke set. Ik bereid elke set echt goed voor. Omdat ik wil weten wat past er goed samen, wat niet. En improviseren kan altijd, maar dat geeft mij zo niet altijd dezelfde satisfaction. Of zo. Jij hebt al echt superveel getoerd de laatste jaren. Dat is eigenlijk uw nieuw normaal. En is dan thuis zijn op uw gemak, ja, ten eerste zeldzaam waarschijnlijk. Ten tweede is dat nog iets dat rustig voelt of zijn er dan toch ergens zo altijd een beetje... Ja, ik kan eigenlijk echt wel heel goed chillen. Maar ook als ik op tour ben. Ik ga heel goed op die rush en op die adrenaline, maar als ik thuis ben, kan ik ook wel uitschakelen als het moe. Ga er nog iets gaan kijken? Er zijn hier heel veel vrienden die zijn komen kijken, wat dat geweldig is. Mijn papa loopt hier ook rond. Ik heb die nog niet gezien, want die was een beetje verloren in het begin. Maar alles is oké, dus ik ga nu wat mensen gaan knuffelen en vooral genieten van het gezelschap. Heel erg bedankt. Jij bedankt. En tot snel. Tot snel.